Yo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Mijn naam is Floris en vandaag alweer de vierde weekvlog. Ja, het gaat best goed. We grinden hem gewoon, oftewel, we gaan gewoon lekker door met de weekvlogs. Het is vandaag maandag en wat ik vergeten te doen ben, dat is mijn kalender goed in te stellen. Dus ik ga heel eventjes mijn standaard pakken. Zoals je hier kan zien. Dan moet ik wel even mijn telefoon een beetje goed neerzetten. En dan ga ik jullie wel eventjes in de standaard zetten. Dan moet ik opletten dat ik het goed doe. Dat ik niet iets raak. Zo. En dan hebben we hier dit ding. En dan gaan we dus even de kalender omslaan naar de volgende week. Volgende week is de 22e. Dus ja, vandaag is de maandag de 27e. Dat klopt. Nou, vandaag hebben we niks en dan ga ik hem heel eventjes invullen. Dus even kijken, hier hele week vloggen. Dinsdag trainen van 8 uur tot 9 uur. En dan video TGP opnemen. Hier ook op woensdag video TGP opnemen. Ik heb geen bijles meer. En donderdag en vrijdag ben ik vrij, want dan heb ik hemelvaart. Dus ja, dan moet ik even kijken. En wanneer ik de livestream ga doen, dames en heren, dat weet ik niet. Ik wil al een keer een langere livestream doen, omdat ik al 2 weken niet gelivestreamd heb. Omdat ik het gewoon te druk had. Dus ik moet even kijken wanneer ik dat zeg maar ga doen. Dat kan zaterdag, zondag, maar dat kan ook vrijdag of dat kan ook donderdag. Dan moet ik even kijken, wat heb ik normaal donderdag nog verder in staan. Oh ja, donderdag en vrijdag moet ik werken. Donderdag, even kijken, doen we hier. Werken van 16:30 tot 18:30. En dan op vrijdag hebben we ook, dat zet ik wel even vrij met een uitroepteken bij. En vrij, en dan vrij van ik ben vrij op donderdag en op vrijdag. Camera even goed neerzetten. En dan werken van 4 tot 6. En dan even kijken. Ja, ik schrijf dan niet op dat ik live ga. Want dat ja, moet ik gewoon even bekijken zelf. Dus ik heb nu de kalender ingevuld. Die ga ik weer terughangen. Ik heb vandaag geen leren, omdat ik, ja dat heb ik gewoon niet, het is gewoon iets chiller deze week. Dus ik hoef niet te leren, ik heb geen huiswerk, volgende week wel, maar dat maak ik een deel in het weekend. En de rest van wat ik moet leren, dat is ook pas volgende week. Dus ik heb deze week helemaal geen leren of toetsen meer. Ik ga zo meteen even chillen met Ronan. Dat ga ik nu doen, want en daarna ga ik eten. En wat ik daarna ga doen, dat weet ik niet, maar dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, dames en heren, het is vandaag dinsdag. En het is vandaag dinsdag 28 mei. En ik zit nu op mijn bureaustoel. Ik had vandaag 6e. En ja, was gewoon chill op school. En we hadden ook 2 CITO-toetsen. En 1 keer liep mijn laptop vast, dus dan moest ik mij opnieuw opstarten. Dat was ik naar. En nu ga ik een video opnemen. Ik heb al mijn lamp daarboven aanstaan, die lamp daarboven aanstaan, mijn YouTube kanaal heeft opengezet. En nu ga ik even een game opstarten. Alleen, de enige waar ik een beetje mee zit is wat ga ik opnemen. Fortnite heb ik al eventjes kijken. Ik zal eventjes bekijken. Even kijken, Fortnite heb ik al... Ja, heb ik vorige week... 2 weken geleden opgenomen. Zeg maar 3 weken geleden was ik een beetje begonnen met Fortnite. Of nee, een maand geleden ben ik weer een beetje begonnen met video's maken. En toen had ik er eentje. En toen weer een. Dat was een Rocket League video.
En dan heb ik Fortnite, 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 set of video, Fortnite en twee keer een FIFA aflevering. Nu is zeg maar een beetje de vraag, wat ga ik opnemen? Dus, we gaan even kijken. Het is allemaal in games. Even kijken hoor. Nou, dit is Fortnite. Even kijken, ik moet even Steam hebben. Wat kunnen we opnemen? Nou, FIFA kunnen we opnemen, Fortnite kunnen we opnemen. Rocket League is op zich ook al leuk op te nemen. Ik denk dat ik Rocket League ga doen, want daar heb ik echt al 3 weken niet opgenomen voor mijn kanaal, zeg maar. Dus ja, ik ga nu even dat opnemen. En dan straks dan gaan ik en mijn moeder, ik en mijn broer, mijn moeder, Ronan, mijn vader en nog wat vrienden van Michiel gaan naar basketbal. Het is namelijk de laatste training en we mogen dus wat mensen meenemen. Dat ga ik ook zeker doen. Wie ik mee ga nemen is dus mijn moeder, mijn vader en dan Ronan. Ronan en mijn vader die gaan kijken en mijn moeder die zei ik doe al mee, dus zij gaat meedoen. Ja, ik en mijn broer en mijn team dan en ook veel meer andere mensen, dus ja, ik hoop dat we iets van trefbal nog gaan doen ofzo, want de vorige keer toen we trefbal gingen doen, want dat had mijn trainer beloofd, was ik er wel, maar mocht ik niet meedoen wees meteen. Ja, ik ga dus nu Rocket League even openen en dan ga ik even Rocket League opnemen en dan spreek ik jullie zo weer. Oké, het is vandaag woensdag 29 mei en ik heb de afgelopen 2 dagen maar best wel korte stukjes gefilmd. En dat komt omdat ik gewoon ja, niet zoveel zin. Het was moeilijk om gewoon te filmen, zeg maar, want ik had het best wel druk. Vooral gisteren dan. Het was gewoon een beetje moeilijk. Je ziet hier een beetje rood, maar ik heb net gedoucht. Ik ga vandaag waarschijnlijk geen video opnemen voor mijn YouTube kanaal Tron Gameplay. Dat doe ik denk donderdag of vrijdag, of het moet vandaag gewoon perfect uitkomen, dan doe ik dat. En omdat ik namelijk donderdag of vrijdag vrij ben, wat ik al vertelde. Ik ga vandaag, morgen en vrijdag iets meer proberen te filmen. Ik wil ook eventjes naar buiten gaan met Indy misschien, ja, misschien met Ronan nog. En ik wil ook live gaan, dus ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen te filmen, anders is aan een weekvlog ook niet zo heel veel. Gisteravond was het echt heel leuk, we gingen basketbal doen. Dat is logisch met een training van basketbal. Alleen vandaag was de laatste training en mochten de ouders en vrienden en zo mochten komen. Dus mijn vader en moeder waren er. Mijn moeder deed mee en één of twee keer, één keer toen struikelde ze een beetje en toen gleed ze over de grond. En de andere keer toen had ik een bal vast, maar die rolde van mijn bal af en tikte die zo tegen de rand van mijn moeders bril aan. En ja, de huid denk ik is een beetje dun bij mijn moeder, omdat ja, mijn moeder is, weet ik niet precies, maar wel ouder als 50 volgens mij. Nou, dan vind ik het best knap dat ze meedoet en dan is de huid gewoon heel erg dun en dan kan het zijn dat er snel een scheurtje in komt en dat gebeurde ook en de bril die vloog ook van de hoofd af. Dus ik was ook blij dat ik het deed en niet iemand anders, want anders dan voelde die anderegene zich steeds schuldig en dan er zelf tegen mij verloren is. Dat maakt niks uit, weet je. Het is mijn eigen risico, want ik doe gewoon mee. Dus het is mijn eigen probleem als dat gebeurt. Ik ga nu even snel mijn haren doen. Want veel haren doen en feunen, want ik heb maar even mijn pet opgedaan omdat ik net gedoucht had. Anders dan zag mijn hoofd er niet echt gezellig uit, zeg maar. En dan daarna ga ik eten, want ik heb ook tyfus honger. En dan daarna ga ik naar school. En ik dacht dat ik vandaag 5 uur had zonder bijles, maar ik heb vandaag gewoon 6 uur. Dus eigenlijk ja, kun je de bijles wel gewoon weer bij meetellen. En dan zie ik jullie straks weer. Oké, dames en heren, het is op dit moment 4 minuten over 4:30. En ik ga zo meteen een livestream doen, dus als je nou een keer een livestream van mij wilt zien, check even mijn YouTube kanaal Tron & Gameplay. Daarop, ze maken games en ga ik niet live, maar ik kondig het wel vaak aan. En op Twitch, dat is mijn, gewoon Twitch, ga ik altijd live. Ik was net al eventjes StukTV aan het luisteren.
Van Slam, zeg maar. En doen ze allemaal liedjes door elkaar. Echt super dope. En ik vind sowieso heel veel YouTubers, ja, gewoon nice. Stuk TV, echt super gaaf hoe hun een eigen switch hebben gegeven aan hun kanaal. En hoe ze dan ook nog die liedjes maken. Ik vind het fucking dope. Ja, daar ga ik gewoon los op. En dat vind ik gewoon echt nice. En ik ga dus lekker heel eventjes live. En wat ik verder vandaag ga doen, weet ik niet precies. Misschien ga ik zo meteen nog heel even naar buiten. Misschien mountainbiken. En vaak zeggen mensen, ook bijvoorbeeld bij mij in de klas, van ja, je vlogs zijn soms een beetje eentonig. Daar bedoelen ze mee hetzelfde. Je filmt altijd op je kamer, dat klopt. Maar dat komt omdat ik niet op andere delen in het huis mag filmen. Dus is het iets saaier. En ja, ik heb ook niet echt een druk leven. Als je bijvoorbeeld een hele bekende YouTuber pakt. Ik noem Enzo Knol bijvoorbeeld. Die heeft zo'n druk leven, die wordt voor alles gevraagd. En ook omdat hij, ja, komt gewoon omdat hij bekend is. En ja, dan heb je gewoon veel meer te doen en zijn vlogs leuker. Maar dat maakt niet uit, we gaan er het beste van maken. Ik ga nog heel even muziek luisteren. Vandaag ben ik dus verder de rest van de dag vrij. Morgen ben ik vrij, vrijdag ben ik vrij. En zaterdag en zondag ben ik natuurlijk ook vrij. Ik moet morgen en vrijdag wel werken, maar dat maakt helemaal niks uit. Het zijn maar 2 uurtjes per dag, dus dat is in totaal 4 uur in de week. En ik krijg er gewoon prima betaald voor. En daar ben ik super blij mee. Wat ik verder is vandaag ga doen, ik heb echt totaal geen idee. Maar daar heb ik in ieder geval even een klein update van wat ik nu ga doen. Oké, dames en heren, ik zit nu midden in de livestream. Het gaat op zich best goed. De camera liep af en toe een beetje vast, moet ik zeggen. Want ik heb namelijk nu de camera uitgezet. Eerst stond hij daar linksboven in de hoek, maar ik heb hem uitgezet omdat hij anders te vaak vastloopt. Het meeste aantal kijkers wat ik gehaald heb vandaag is 6 volgens mij, of 5, weet ik al niet meer. Maar dat maakt niet uit, want dan gaan we gewoon lekker door. Af en toe dan komen er echt in één keer heel veel mensen bij en dan is het super tof. En ik ben nu denk ik al 1,5 uur aan het livestreamen. Het is nu 5:30. En ik ga denk ik over 1,5 uurtje ongeveer stoppen. Dus daar zie ik jullie straks weer. Oké, dames en heren. Het is nu donderdagochtend. En zoals je kunt zien, of aan controle, mijn stem is een beetje kut. En ik heb mijn bril nog niet op. En helemaal niks. Ik heb heel even een shirtje en een pet op gedaan. Tot ik er een beetje normaal uitzie. En vandaag is hemelvaart. En het kan zijn dat ik, mijn moeder, mijn vader en mijn broer straks nog weggaan. En dan gaan we volgens mij iets leuks doen. Maar wat weet ik niet. En of we ook nog echt weggaan, weet ik niet. Weet ik ook niet. Gisteravond was er namelijk een probleem met de computer van mijn vader. Dus dat was een beetje naar. Dus het heeft gewoon geduurd. En is nog steeds niet opgelost. En ik ga nu naar beneden eten. En ik ga nu wel echt een foto maken van mijn eten. En ik zal dat ook vaker doen. En ik ga je vanaf nu beloven dat ik ook meer ga filmen. Als ik bijvoorbeeld wegga. Een dagje weg of iets anders gaan doen. Dat komt echt goed. Oké, dames en heren, ik ben dus nu buiten en ik film heel even met de telefoon van Indy. Omdat ik de telefoon binnen heb liggen, want die is leeg. We zijn nu buiten even chillen, maar het is echt te warm om zeg maar iets te doen, zeg maar veel te doen. Dus ja, nu zijn we gewoon heel even chillen. Mijn fiets die staat hier. Indy zit daar met zijn fiets. Net iets te hoog. Net iets te hoog. En ja, ik ga straks al naar een verjaardag, dus dat film ik dan heel eventjes. En dan zie ik jullie straks weer. Oké, dames en heren, het is nu zaterdagavond en ik heb eigenlijk 1 shot gemaakt, maar dat laat ik niet in de video zien, omdat het gewoon te weinig is. En het is op dit moment 1:50 in de avond. Het is echt super laat. En ik ben super moe. Dus ik ga nu slapen. En ik heb dus niet kunnen filmen. Omdat op het moment dat ik wou gaan filmen. Toen ging ik naar beneden. Ja, dat leek me niet zo'n goed plan om beneden te filmen. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog als je het tof vond. Abonneer hieronder op mijn kanaal. En tot bij de volgende week vlog. Later.